Wat is er mis met de dieren in Disneyfilms? Dit is de Universiteit van Nederland. Laat ik beginnen met een retorische vraag. U hoeft uw vinger niet op te steken. Maar wie is er niet groot geworden met een knuffelbeest? Waarschijnlijk hebben we allemaal wel zo'n soort dier. Ja, niet zo groot, want deze kunt u alleen nog maar op de kermis winnen. En dat had u eigenlijk helemaal misschien ook niet willen hebben. Maar dit soort dieren, volgens mij, hebben we die allemaal wel in bed gehad in een bepaalde periode dat we klein waren. En het hoeft helemaal geen Disney-figuur te zijn geweest. Het is misschien een beer geweest. Of welk ander dier dan ook. Al die dieren die we hebben, die lijken in een aantal opzichten ontzettend op elkaar. En dat ziet u hier al een beetje eigenlijk. Ik heb expres een grote meegenomen, dat u me daarvan goed kan zien. Maar de meeste van onze knuffeldieren die zijn zo ongeveer een 30 centimeter groot. Die worden gekenmerkt door het feit dat ze, los van het feit dat ze lekker pluizig zijn, niet alleen op hun hoofd, maar dat ze ook vooral veel ronde vormen hebben. Met name hun romp en hun kop. Hun hoofd is extra groot en in dat hoofd hebben ze dan ook nog eens extra grote ogen. En als ze al geluidjes maken, dan zijn het waarschijnlijk leuke piepende geluidjes. En u begint het langzaam maar zeker al te begrijpen. Dit zijn dieren die allemaal in hoge mate doen denken aan menselijke baby's. Het zijn gewoon baby's, althans schattige, met een beetje een dierachtig uiterlijk. Menselijke kleine wezentjes waar we naar zitten te kijken. En dat is geen wonder, want ook hier komt de natuur toch weer een beetje om de hoek kijken. We hebben een natuurlijke aanleg om op dit soort babyachtige wezens, om daarop te reageren. Dat is, dat hebben biologen dus ook verzonnen, dat is wat we noemen de cute response. Een biologische term die ervan uitgaat dat we kunnen niet anders. We worden gewoon op een natuurlijke manier door dit soort van wezentjes aangetrokken. En het is dan ook eigenlijk geen wonder dat het dit soort van wezentjes zijn, dit soort van echte wezentjes, waar we ons vervolgens in de rest van ons leven, blijf zitten, waar we ons in de rest van ons leven mee gaan omringen. Honden en katten, die hebben natuurlijk ook, dat zijn typisch van die kleine menselijke babytjes met toch een redelijk grote kop, redelijk grote ogen, piepende geluidjes. Het zijn net kleine babytjes. Aan de andere kant zijn ze ook heel erg verschillend. En het leuke is dat je dat natuurlijk ook in die honden- en kattenfilmpjes die we allemaal zo massaal via internet uitwisselen, dat je dat daarin terugziet. Ze zijn totaal anders. Ik weet niet of u het ooit gezien heeft, maar let u even goed op. Laten we eerst eens een filmpje van een hond laten zien. Het is een hele korte. Boink. Honden, ja, honden. Het leuke van hondenfilmpjes is dat ze ons direct aankijken. Dat ze direct reageren op de camera. Nou ja, ze reageren natuurlijk niet op die camera. Ze reageren op het personage daarachter. Want het personage daarachter is waarschijnlijk het alfadier van de roedel waartoe de hond behoort. Honden zijn roedeldieren. En wij als alfa zijn de leider. En ze natuurlijk reageren ze op ons, zoals elke wolf reageert op de alfa van zijn roedel. En het leuke van filmpjes van honden is nu juist dat wij ze een opdracht geven en dat ze precies doen wat wij willen. We hadden nooit gedacht dat ze zo briljant zijn. Of dat ze, nou ja, het filmpje dat u hier ziet, dat ze dom zijn, dat ze iets doen dat zelfs wij niet hadden kunnen bedenken. Het is een reageren op ons. Vergelijk dat eens even met filmpjes van katten. Laten we er eentje nemen. Ja, wat kattenfilmpjes zo leuk maakt, is dat ze zich volkomen van die camera niet bewust zijn. Ze zijn zich nergens van bewust. Ze willen zich ook helemaal nergens van bewust zijn. Ze zitten volkomen in hun eigen leven. Eigenlijk zijn ze aan het vertonen typisch kattenjachtgedrag. Waar honden heel lang achter andere dieren aanlopen, daar is het gedrag van katten, katten zijn eenlingen, en katten jagen door een sprong die in één keer goed of slecht moet zijn. Dat is de reden waarom katten zo'n flexibele rug hebben. Waardoor ze allerlei rare bokkensprongen, kattensprongen eigenlijk kunnen maken. Kattensprongen die ons doen denken aan een genre
dat in de eerste jaren van de film zo populair was? Namelijk slapstick. Het zijn slapstick filmpjes. Maar dan van onze eigen baby's. En die kattenfilmpjes, die zijn nu juist zo aantrekkelijk, omdat je in een paar seconden ziet wat er gebeurt. Namelijk, het gaat goed of het gaat fout, net zoals in een echte jacht bij een kat zelf. Katten zijn gemaakt voor kattenfilmpjes en kattenfilmpjes zijn gemaakt voor het internet. Toevallig. Je had niet kunnen denken dat er zoiets als een internet nou zou komen waar katten van nature gewoon eigenlijk voor gemaakt zijn. Goed, dus kijkt u voortaan, hondenfilmpjes en kattenfilmpjes zijn, niet allemaal natuurlijk, maar de grote meerderheid, zijn eigenlijk totaal anders. Ik begon ermee dat ze natuurlijk ook belangrijke overeenkomsten hebben, want honden en katten hebben ook overeenkomsten. Ik zei al, het zijn onze baby's. En veel van de dieren waar we nu op internet naar kijken, die lijken een beetje op onze baby's. Maar veel van de dieren waar we mee groot zijn geworden in de film, die lijken ook op onze baby's. Dat zijn dieren uit dat andere genre wat razend populair werd in de eerste decennia van de 20e eeuw in film. Dieren die daar in de hoofdrol spelen, in cartoons, in animatieseries. Doordat ze allerlei menselijke trekjes hebben gekregen. En één producent is daar natuurlijk helemaal groot mee geworden. Ja, Disney. Disney, die totaal vermenselijkte dieren maakte, waar we onze eigen baby's in konden herkennen. Die allerlei menselijke avontuurtjes beleefden. Die ook zelfs qua uiterlijk eigenlijk helemaal niet eens zoveel op de dieren leken waar ze naar moesten verwijzen. Mickey Mouse, een muis. Donald Duck, een eend. Het doet er dus helemaal niet toe of het zoogdieren zijn, of honden of katten zijn. Dat maakt helemaal niet uit. En Goofy, ja, een soort hondachtig wezen. Ze lijken heel erg op baby's. Ze moeten verwijzen naar dieren. Maar ze beleven allerlei mensen. Het zijn eigenlijk mensjes. Je ziet al, ze hebben allemaal mensenkleertjes aan. En als u iets van die oude Disney-films zich nog herinnert, of jongere Disney-films zelfs, dan weet u dat ze ook allerlei mensenavonturen beleven. Nee, Mickey Mouse, de allereerste film daarvan, Steamboat Willie, dat was een film waarin Mickey Mouse op een stoomboot vaart. Menselijke dingetjes. Hij heeft dieren. Hij interacteert met mensen. Het is eigenlijk dus niet eens een vermenselijk dier. Het is een verdierlijk mens, zou je kunnen zeggen. Het heeft helemaal niets meer met een dier te maken. We zijn aan het meeleven met dieren. Maar eigenlijk zijn het gewoon mensjes. Eigenlijk zijn het kleine mensjes. Nou ja, er waren natuurlijk wel degelijk nog films waarin dat toch nog net wat genuanceerder lag. Want wie van u heeft er niet moeten huilen bij de dood van de moeder van Bambi? Nou ja, ook dat. Kijk u even naar dat Bambi zelf. Bambi was veel te groot hoofd. Bambi was een kleine baby waar we ons mee identificeerden. Iets meer nog zelfs dan de moeder. Maar Bambi was in elk geval nog een hertje. En was ook in de film een hert. En werd in de film door een jager neergeschoten. Dat wil zeggen de moeder van Bambi. Het was niet voor niks dat jagersverenigingen in de Verenigde Staten zeiden dat deze film heel slecht was voor hun imago. Ja, dat was of zo. Bambi was in elk geval nog een hert. En er spelen zich dingen af in het hertenleven die ook in het echt spelen. Bij die andere Disney-figuren, die oorspronkelijke Donald Duck, Mickey Mouse, was dat natuurlijk helemaal niet het geval. En hier zie je dus het dubbele dat mensen binnen Animal Studies wel aan Disney toekennen. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat Disney ons groot heeft laten worden met dierlijke personages. We konden ons inleven in dieren. We konden meeleven met dieren, we konden meevoelen, we konden mee huilen en mee lachen met dieren. Aan de andere kant, de meeste van die dieren waren helemaal geen dieren, waren niet eens vermenselijkte dieren. Het waren gewoon kleine mensjes. Het waren grappige kleine mensjes, zou je kunnen zeggen. En in die zin spreken een aantal mensen die vooral op dat negatieve aspect, althans vanuit het perspectief van de dieren, vanuit het perspectief van Animal Studies, de nadruk leggen, spreken van een Disneyficatie van dieren in Disneyfilms. En als gevolg van die Disneyfilms, waar we allemaal groot mee zijn geworden, geen van ons uitgezonderd, als gevolg daarvan hebben we van onze jongste jaren afgeleerd
hebben van onze jongste jaren een wat hij noemt een dis, wat Steve Baker en een aantal andere mensen binnen Animal Studies noemen, hebben we een Disney-bewustzijn overgehouden. En een Disney-bewustzijn wil zeggen dat we dieren zien, dat we naar dieren kijken, ook later in ons leven, ook naar echte dieren, als stereotypes. Dieren zijn grappig, dieren zijn leuk, dieren zijn cute, maar dieren zijn net zo dom als kinderen. Dieren moet je niet al te serieus nemen. En daar zult u vast uw eigen voorbeelden van hebben. Ik denk dat heel veel van ons zich nog de dood van hun eerste huisdier kunnen herinneren. En dat ze vervolgens van hun ouders te horen kregen van ja, het is heel triest, maar kom, het is een dier. Het is goed voor je, hier word je volwassen door. Betekent dat, als dat inderdaad zo is, dat Disney-bewustzijn het niet serieus nemen, het grappig leuk vinden, maar ja, kom op, het hoort bij je kindertijd. Daarna moet het toch echt wel over zijn. Betekent dat ik u aan zou raden om nooit meer naar een Disney-film te kijken en dat ook aan uw kinderen of uw kleinkinderen niet te laten doen? Nee, dat wil ik u ook weer niet aandoen. Zo erg is het ook weer niet. Maar tegelijkertijd, net zoals ik u ook niet zou willen zeggen dat u nooit meer een mop over vrouwen mag vertellen, of over Belgen, of desnoods over negers. Maar bent u zich bewust van het feit dat het hier gaat om stereotypering? Dat is net zoals bij moppen vaak, over mensen, dat het ook hier als het gaat om dieren gaat om stereotypering. En dat ik zou willen dat we niet alleen maar stereotype beelden van dieren zien, ook niet als we kinder zijn om ons door te laten beïnvloeden, maar ook andere beelden. Zijn die er dan? Ja, die zijn er. Er is een briljante analyse van Randy Malamud, een Engelse hoogleraar in de Animal Studies, die zegt van kijk, een goed voorbeeld is eigenlijk Ratatouille. Ratatouille, die film van Pixar, Disney, uit 2007. Ik ga er een beetje van uit dat u als dierenliefhebbers die allemaal heeft gezien. Die film over die rat in Parijs, die samen met een mens een razend goed lopend restaurant weet op te zetten. En hoe doet hij dat? En Malamud zegt van, kijk, probeer dit eens even te vergelijken met het beeld van Mickey Mouse dat we kregen in oude Disney-films. Mickey Mouse was een muis, hè? En natuurlijk Remy uit Ratatouille was een rat. Maar anders dan die totaal vermenselijkte muis, die eigenlijk een mens is, is Ratatouille natuurlijk een rat, die de hoofdrol speelt als rat. Juist omdat hij zo goed kan ruiken, kan hij samen met de mensen hoofdrol in die film spelen, als leider van dat restaurant, van dat goedlopende restaurant. En hij moet dus ook beneden in de krochten van Parijs naar zijn familieleden gaan om te verdedigen dat hij met die vervelende mensen die altijd zo gruwelijk doen tegen ratten, dat hij daar toch mee wil samenwerken. En natuurlijk, het is fictie. En natuurlijk, het is een animatiefilm. En in die zin, het is niet echt. Nee, kom op, dat begrijp ik ook. Maar waar het Malamud om gaat en waar het mij hier om gaat, het geeft een heel ander beeld over dieren, over echte dieren en onze omgang met dieren dan die oude Disney-films. En realiseert u zich dat Ratatouille natuurlijk nog helemaal niet een ecologische film of een diervriendelijke film is. En daar hebben we er juist tegenwoordig heel veel van. Je zou kunnen zeggen dat in Ice Age en Malamud de ecologische boodschap nog heel erg verstopt zit. Maar in B-movie, in Happy Feet natuurlijk, daar gaat het erom. Om het smelten van en het verdwijnen van de poolkappen en het verdwijnen van de leefomgeving van pinguïns. Rio, film met de papegaaien, is er ook zo eentje, waarin dieren dieren blijven en de boodschap een ecologische of diervriendelijke boodschap is. Het kan dus wel andere verhalen, juist ook voor kinderen. Goed, met andere woorden, ons beeld van Disney en wat er mis is met die dieren, ons beeld van Disney moet dubbel zijn. Aan de ene kant, er is iets mis met die beelden, want het zijn stereotype verbeeldingen. Het gaat eigenlijk helemaal niet over dieren. Al doet het alsof het daar wel over gaat en al heeft het invloed op ons denken over dieren in zijn algemeenheid en in ons latere leven. Maar het zijn clichés, hele sterke clichés, hele sterke stereotypes. Aan de andere kant, voor het eerst in ons leven leven we met dieren mee. Misschien nog wel voordat we zelf een huisdier nemen. De vraag is dan natuurlijk, als dit de manier is waarop wij met dieren leren omgaan, Disneyfilms, wat betekent dat voor het contact maken met echte dieren? Is het eigenlijk überhaupt nog wel mogelijk om contact te maken met echte dieren? Het verschil tussen ons en echte dieren daadwerkelijk in het echte leven te overbruggen? Misschien is dat een hele mooie vraag. Dat volgende keer.